Ik woon hier vanaf 93 in een 55-plus flat. Ja. Nou, toen ik hier kwam, toen was dat 80% Nederlanders in mijn flat, 55-plus. En 20% andere namen. Gaat nou maar kijken op het naambordje. Nou is het nog 10% Nederlanders. En de rest, die namen kun jij niet uitspreken. En bevalt dat? Dat bevalt natuurlijk niet. Ik ben een PVV'er. Eruit met die kankerzooi. Ik zou hier niet willen wonen. U woont hier niet? Ik woon hier niet. Ik werk hier al 18 jaar. Mijn man die is hier al 35 jaar. Die is hier wel gedeeltelijk opgegroeid en gedaan. Maar het grootste gedeelte van mijn klanten heeft hier gewoond. Zijn er allemaal vertrokken. Omdat het zo gezellig is. Het is nu alleen een buitenlandse wijk geworden. En inderdaad criminelen. En hoofdzakelijk de drugs en de heroïne. Kun je gewoon op iedere hoek van de straat kopen hier. En er wordt niets aan gedaan. En dat heeft met die buitenlanders te maken? Nou, ik heb... Het is gewoon 80%. Ik moet een zeventalen goeiemorgen zeggen. Als jij dan 's morgens de deur uitgaat en je komt de buurman tegen, in welke taal zeg je dan goeiemorgen? Nou, in welke taal zeg je dat? Nou, dan zeg ik gewoon goedemorgen. In Nederlands. Ja. Nou, als ik dus vriendelijk wil blijven in mijn flat, dan moet ik gewoon in zeventalen, en ik kom de mensen tegen in de lift, moet ik want mijn taal spreken ze niet. Dan moet ik zeggen, jumbo, op zijn Chinees, miauw, good morning, en zo in zeven talen. Nou, jullie komen de deur uit, jullie zeggen gewoon tegen de buurman, goedemorgen. En hij verstaat het, omdat het een Nederlander is. Ik ben verplicht om hun talen te leren, want ik moet integreren. In de boksschool, nog geen 100 meter verderop, wordt heel anders over de wijk gedacht. De wijk op zichzelf, ja, ik vind het best wel vooruit zijn gegaan, ja. Grappig, want we waren net in een café met allemaal blanke Rotterdammers. Die zeiden, alles is achteruit gegaan. De blanke Rotterdammers, die zitten in een café. Om 12 uur 's middags, op een maandag. Die werken niet.